Een warme herfst is voor de dieren in Arctis een buitenkansje. Ook de plaatselijke autoriteiten genieten ervan met volle teugen. Een blijde gebeurtenis was de geboorte van een guanaco in dit jaargetijde. De rasgenoten van deze lama leven in Zuid-Amerika in het wild. De jeugd had uiteraard grote belangstelling voor dit merkwaardige diertje, dat ook op artiesten grote aantrekkingskracht uitoefent. De olifanten waren naar buiten gekomen omdat ze een luchtje roken dat hen bekend voorkwam, maar dat ze niet direct konden thuisbrengen. En dat is begrijpelijk, want de olifant spitsmuis heeft nog maar pas een intrede gedaan. Dit uit Afrika afkomstige diertje is een echte insecteneter. Met het bewegelijke slurfje besnuffelt hij even zijn prooi, die daarna met een ongelooflijke snelheid op de wormvormige tong naar binnen glijdt. Deze muis, die onderdak heeft gekregen in het reptielenhuis, kan als er gevaar dreigt springen als een kangoeroe en graven als een konijn. De wandelende tak van Arctis toonde een zekere nervositeit en een grote bewegelijkheid. Geen wonder, want er was nog een wandelende tak in de tuin. Hier is Max Tak, maar niet in New York. De oud-dirigent van het Tuschinski Theaterorkest was in verband met het 40-jarig jubileum van Tuschinski uit Amerika overgekomen. En hij wilde hier graag nog wat herinneringen ophalen. De zwarte zwanen uit Australië koesterden zich met hun pasgeboren jongen in de herfstzon. Geboeid keken de kleintjes naar deze watervogels, die zo uit de sprookjesverhalen schijnen te zijn gestapt. En Arctis in de herfst is een sprookje.